Zo. Je mocht... Mijn broek was in de was. Ah ja. Daar heb ik ook eens geprobeerd. Niet toegelaten. Zo. Gevonden onderwegen. En ik heb er nog eens in liggen, hè, maar ik heb niet genoeg handen vrij. Wat gaat je dan mee doen? Ja, gebruiken natuurlijk. Daar heb ik niet gedaan. Ja, maar ik kan dat... Niks. Ik kan dat toch in mijn rugzak toch uit doen. Ik kan mijn rugzak toch uit doen, kan het er gewoon bij liggen. Niet? Ja, maar laat het dan verstoppen dan buiten. Dat is de verkeerde kant op gedaan. Ja, en dan man, je kent dat zo goed precies. Luca. Verstop dat ergens buiten, hè. Zodat je dat niet bij binnenneemt, hè, want die gaan dat niet toelaten. Hè. Ja, wat is dat nu? Dat is toch maar gewoon een attribuut gelijk een sacoche? Ja, daarmee kun je wel dingen kapot maken. Hè. Ik ga daar niet meer rondlopen. Ja, want we mochten ook geen stift meenemen. We mochten deze stift meenemen, laat staan een heel wiel. Ja, non de juu. Bobol. Beste vrienden. Ik heb zelfs ref gaat mee. Zelfs? Dan, beste vrienden, groet iedereen. Wij staan hier aan het KMSK, oftewel het Museum der Schone Kunsten. Dat is mijn wiel. Waarom willen jullie ineens naast me naar die vijf? Dat is toch dom? Ik heb dus een wiel gevonden, beste vrienden. Een wiel gratis en voor niets in de stad. Waar vinden nog zoiets? In de stad. In een winkel. In de stad. Weet je wat dat kost? €5. Wow, ik geef jou €3 daarvoor. In uw dromen, zot. Ja, maar je hebt dat gratis. Ik betaal jou €3. En dan liggen er zeker 20 op de weg terug. En ik ga er ook 20 proberen mee pakken. Ik heb spijtig genoeg niet genoeg bagage om dat allemaal mee te pakken. Sterker nog, ik weet niet wat ik dat moet opbergen onderwege in dat museum, want dat mag toch niet binnen. Ik zal dat ergens moeten verbergen. Nee, met een tram. En ik ga tussen de fietsen. Ja, ik ga dat doen. Ja, toen ga dat aan de steppen, Matteo binden en dan... Ik zal hem eens gaan vragen. Zijn vrienden. Dag. Wat vind je van mijn wiel? Keisgoed. Mag ik dat bij u step leggen? Ja, dat is een ijzeren wiel, maar wat vind je nog zoiets, jong? Mag ik dat bij u step leggen, dan pikt niemand dat, hè? Dat weet je op slot, dat moet niet op slot, maar dan weet iedereen dat dat van mij is. Hè? Maar je moet dat gewoon ergens... Dus dat het enige wat we graag aan de stoel van de leuning is... Dank u, wereld. Daar betalen wij voor. De computers schijnen blijkbaar niet te werken buiten school, maar ze hebben wel computers van school meegenomen. Zeer intelligent. Ja, dat is er veel. Ja. Cool, hè. Ja, dat wordt een zot. Dat is nog zo'n laptop van school. En dan zijn er nog bezoekers en andere scholen ook bij. Hè? Ik ga in dikke lucht als ik op laptop ga. Ik moet op laptop, ik weet dat niet. Ja, en in tekenen wil ik ook niet doen. Ja, beste vrienden, het is allemaal een rommel. We zijn gearriveerd op Hogwarts. God. Waarom is dit? Omdat we in het museum mogen zien. Dit is onmiddellijk. Dat is echt kitscherig. Niemand ziet. Allee, dat moet ik dan allemaal verwarmen. Kun je dat ook? Zit dat ook? Dat moet allemaal verwarmd worden door dingen, hè? Door verwarming. Dat is vleesafval. Waar moet je dat doen? Oh, zijn wij fout of wat? Maar nou, waar moet je? Wacht, jij tekent, dan zit ik ook niet bij u. Nee, maar iedereen ziet in mensen waar grafisch zijn zo. Ah. Volgens mij zijn we iedereen kwijt. We moeten naar 210. 210, ja, dat is precies niet hier. Ja, 210. Dat is precies niet hier. Mannetjes, Waar is mevrouw met de poester? Nee, niet juist, dat is hier niet. Als we nu een kaart zouden maken, hè, zouden allemaal al... Er is nog een rockconcert. Allee, dat wordt hier gezellig vandaag. Daar komen we op neer. Als ik heel een dag zo'n laatste rockconcert zien. Ja. Oh, mannetjes, hier, daar is Sinterklaas. Oh, hij is wel echt... En daaronder Zwarte Piet. Hebben we lekkere bandjes gekregen en met die bandjes kunnen wij verder. Weet je, ik zou bij het nieuws moeten gaan werken, hè? Ja. Wel, het is heel erg. De mensen zijn allemaal dood. En dan nu sport. Zou echt een goede nieuwsmens zijn. Ja. En dan nu het weer. Regen, jassen aan dus. Regen. Jassen aan dus.
Beste vrienden, we zijn in de backrooms. Ja. Het komt hier niet goed. Illuminatie, beste vrienden, illuminatie. Beste vrienden, wij zijn hier binnen in het museum der schone kunst. We hebben van alles gezien, we zijn in de backrooms geweest. Ik ben verschoten van mijn eigen weerspiegeling, echt niet normaal. Maar enfin, het is allemaal gebeurd. De laptops zijn gearriveerd, dat wil zeggen dat we aan het ravak moeten. Maar ik heb er niet van rust in. Het zal weer pikant worden. Internet, allee, de computers zijn niet van de beste kwaliteit. Ik weet niet hoe wij internet moeten. Dat gaat. Ik weet niet hoe wij gaan werken zonder een huis. Ik weet niet eens welke opdracht. Ik moet mijn partners nog terugvinden. En dan moeten we nog een schilderij uitzoeken. En dan moeten we nog beginnen. En die computers zijn niet van de rapste, dus dat zal allemaal in een bejaard tempo zijn. Groet, beste vrienden. Wel, wat is nu de status en heel verhaal? De laptops zijn niet gearriveerd geweest. Ze zijn uiteindelijk toch gekomen, maar veel te laat. Ondertussen is het al pauze. En op school hadden ze gezegd dat we zo 1 à 2 uur pauze gingen krijgen. Maar die zijn gereduceerd tot 3 kwartier. Wel, beste vrienden, op 3 kwartier tijd kunnen wij moeilijk van dat museum in het centrum van de stad geraken en terug. Hè. Dat is zeer weinig tijd. Dat kan wel, maar dan moeten alles door een blender gieten en dat opdrinken. En dat is nu niet echt heel smakelijk. Dus gaan wij hier gewoon zitten, op ons gemakje eten. En dan rustig op het gemakje teruggaan. Want die moeten ons maar meer tijd geven. Wat is dat nu? Wij mogen daar binnen niet eten. Dan krijgt dan geen tijd. Ik zie daar Bonaventure, Leandro en het meisje met de zwavelstokjes aankomen. We gaan zien wat zij te vertellen hebben. Ja, zo is het maar net. Ja, maar er zat mos op tussen en ik ben er alweer gesproken wat er tussen uitgehaald te zien, maar ik kijk er mos. Echt uur bent. Krijgt waarschijnlijk een nieuwe. Ja, alleen. Waarschijnlijk een nieuwe bestelling, hè. Klopt. Ja, maar ja, ik kan nu mijn geld niet besteden aan een fucking piscopje. Ja. Tot volgens mij zo'n zijn schaartjes. Mannetjes. Zeer te laat. We zijn echt... Hey, wij kunnen zeggen dat we de verkeerde tram hebben gepakt. Dat hebben we ook al de vorige keer gezegd. Dat gaat hij dan niet nog eens komen. We zijn gewoon gekloot. Nee, we komen toch niet. Ja, wij gingen bij Astrid tram 5, pak in plaats van 10. We zijn echt gekloot. Ja. Letterlijk gekloot. Ja. Langs bierkant. Ik moet zeggen dat wij een beetje onze halte hebben gemist. En dan terug hebben gewandeld. Zeg gewoon wel van zijn tram gemist. Dat is een stram, je mist dat top. Nee, man, dat kunnen ze nakijken, hè. Ja, ik denk echt gewoon zo. We zijn niet te laat voor Luca. Kom aan, dat zijn leertje. Ja, dat is waar, maar toch. Ik doe nou niet. Wat is Stijn? Ja, jongen. Ja, wij moeten dat nog droppen. Beste vrienden, we zijn grandioos. Oh, moet dat nou ook nog? Godvernonde miljarden. We moeten onze jas nog terughangen, dan moeten we nog naar binnen. Oh, we zijn leerkrachten hebben door dat we tot de pad zijn. We zijn gescheten, om het kort te zeggen. Allee, een rij, dat kan er ook nog wel bij. Zweer. Dat meen ik. Zweer. Deze is toch god geklaagd. Dat houdt het niet voor mogelijk. Niet. Ja, het is niet gemakkelijk. En als het niet gemakkelijk is, dan is het moeilijk, beste vrienden. Wat is het nu? Wat een tragedie, wat een tragedie. Ja, zij hebben nodig, hè, mensen. Ik ken dat niet. Kom, we moeten gewoon doorlopen. Dit is een catastrofe van je welste.
catastrofaal, werkelijk catastrofaal, dat kan dat niet meer, hè. Het is een catastrofe. Duizend en één mensen. Ja. Oh, ben ik nog mega lachen. Zal ik dat wel doen of zo, hè? Dat is helemaal geen probleem. Hoe gaat dat? Of nee, Leandro, waar is die in ergens? Die is allemaal naar boven. Ah, serieus? Ja, die waren naar boven. Wat een tragedie, wat een tragedie. Ramp aan de ramp, catastrofaal is het werkelijk. Beste vrienden, ja, het kunstonderwijs. Ja, ja, yo, hallo, ja, fantastisch mannetjes, goed bezig. Bel het zo thuis. Ja, ja, salut, ja, fantastisch. Formidabel, formidabel, echt geweldig. Ik vind het echt niet. Het kunst. Ik kan proberen het sediment op te trekken. Geen kunst. Een beetje komen schreeuwen en alles al goed. Dat kan ik niet ook, hè. Dat kan ik ook. Acteren. Ik heb hier voor een beetje roepen. Ik moet je. Hij wist ook niet. Kan die echt piano spelen of wat? Deze kan echt, die kunnen echt piano spelen, deze mensen. Hoeveel geld krijg ik als ik Crazy Frog ga spelen op die piano? Op achter jou. En die filmen. Ik ben niet gelukkig. Nee, niemand van ons. Beste vrienden, vandaag was. Hoe kan ik dat best omschrijven? Dat was vandaag was. Speciaal. Ja, ja. Speciaal. Hey. Ja. Dit is Jackie. Dag Jackie. Van Sint-Lucas. Van Sint-Lucas, dag. Ja, dus beste vrienden, wat ik wou zeggen vandaag is, hoe kan ik het zeggen? Film besides. Ja, zeer verwarmend. Ik wandel op deze moment achteruit. Ik ben compleet over mijn toeren. Dit is een groot schilderij. En deze, al deze hout, heeft iemand moeten omzagen. Iemand ons moeten omzagen. Kijk hoe pretty. Ja, ja, dat wel. Pretty, alles. Look my hands and this. Ja, ja, het is very, very big, hè? Very groot. Ja. Zeer, zeer big. En daar hebben ze dan, hoe lang hebben ze eraan gewerkt? Ze hebben er, Oeh, mei, zeker 50 jaar. 60 jaar hebben ze eraan gewerkt. Slang, hè? Ja, dus dat wil zeggen, hij is eraan begonnen en tegen dat hem klaar was, was hij maar op pensioen. Is er nog allemaal. Ja, ja, dat is groot, hè. Dat is ongelooflijk. Hoe lang zijn ze hier aan bezig geweest? Ja, oké, 40. But imagine like this, it's like average. Ja. Ja. Crazy, hè? Het is crazy. 30. Ze hebben er ook. Wauw. 40. Oh, van de ze hebben 70 jaar aan dat werk gewerkt. 70 jaar. Dus tegen de tijd dat dat klaar was, was die mens waarschijnlijk dood. Ongelooflijk. Ja. Ja, dat klopt niet. Dat is niet goed, hè. Zijn benen zijn. Accidenten gebeuren, beste vrienden. Accidenten gebeuren. Zoals hier hebben ze een foutje gemaakt. Ze hebben de persoon
halverwege omgedraaid. Nee, man, die ziet nog dat tussen wijf aan. Ook echt. Nou, wat dat is, dat weet ik niet. Die is daar ergens. Nee, hij is daar ergens. Ja. Maar ik denk niet dat dat kan. Beste vrienden. We hebben een groot probleem. Het is vullen. We willen hier weg. We gaan bij dat gewoon. Ja, die gaan ook nog zitten op de trap. Ja, man, we zitten vast, hè. Wij zitten vast. We zitten vast, denk ik, jongens. Nee, ik moet gewoon doorzetten. Moet jij daar door wandelen? Ik heb geen idee wat dat hier allemaal gebeurt, maar dat is echt niet gezond niet meer. Ik ben echt doodgaan. Ja, dat is goed, maar jij leidt, hè? Maar jij kent dat hier precies. Ik ben aan het denken, ben ik aan het dromen of zo, wat gebeurt hier? Escape plan, gaat er niet mee? De dagen. We gaan elkaar niet meer terug zien vrezen. Op de chaleur krijgen we ergens daar. Ja, het is goed, denk ik. Ja, anders kunnen we niet meer. Ja. We gaan nou niet meer, hè. Wat is dan, hè? Mannetjes, ik ben warmer dan een asfaltmachine. Echt niet normaal. Iedereen moet hier nog langs komen. Ja. Met dit, hè? Oh, we zijn nog in leven. Ik was, nou, voor hetzelfde geld waren iemand verloren daar. Ja. Dat kan. Die trap al 5 keer. Trap op normaal te organiseren. Het is niet meer normaal. Gewoon naar huis slapen 20 keer. Beste vrienden, het spitsuur op de tram. Geen kant om uit te gaan. U zit vast in de jungle. Val. Wow.